wordt er claustrofobisch van. Er schijnen in het verkeer ook 2 doden per uur te vallen. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Nou, zoals gezegd in onze laatste vlog gaan we de woestijn in. We zitten nog steeds in Iran en we zitten nou eigenlijk nu in de auto op weg naar de woestijn. We zijn begonnen aan onze 2-daagse tour. We zijn in de buurt van Kerman, dat ligt in het zuidoosten van Iran. Dat is eigenlijk waar de warmste plek op aarde is. De warmste temperatuur op aarde is gemeten in de woestijn waar wij nu heen gaan. Gelukkig is het nu winter, dus we hoeven niet bang te zijn voor de temperatuur van 70 graden die hier ook wel eens is gemeten. En we gaan eigenlijk vandaag heel veel bekijken rondom de woestijn. We zitten nu naar dadelbomen te kijken. Klinkt heel erg saai, maar is eigenlijk nog best wel interessant. En ja, dat gaan we doen. En die gozer in de blauwe shirt is onze gids. En die is nu informatie aan het winnen bij de lokale gemeenschap van dit dorp. En dan gaat hij dat zo natuurlijk weer allemaal aan ons vertellen. We zijn er! Okay. Dit is de Lutwoestijn. En we hebben er even voor moeten reizen. Maar het is tot nu toe zeker wel de vetste plek waar we tot nu toe zijn geweest in Iran. Yes. Er zijn ook helemaal niet zo heel veel mensen. Zoals je al denk ik kan zien, het is ook een enorm grote woestijn. Onze gids vertelde ons dat het 100.000 vierkante kilometer groot is. 80.000 vierkante meter. Is het meer groter dan Nederland, toch? Veel groter. Nederland zit in de 33.000, toch? Ik heb geen idee, maar het is heel groot. Het is heel groot en er zijn... deze formaties worden dus gevormd door de enorme windsnelheden die er zijn hier in de lente. En dat gaat dan voor bijna 4 maanden zo door. En dat is over duizenden jaren heen gegaan. En nu heb je eigenlijk overal deze mooie kaluts. Zo is het hoe ze het hier noemen. Ja. En het ziet er echt fantastisch mooi uit. En het is warm, heel warm. Ja, zou je niet zeggen als je ziet dat ik een bodywarmer aan heb. En als je ziet dat het nu winter is, dat wij vorige week nog onze winterjas aan hadden, tenminste gisteren zelfs nog. Het is vandaag inderdaad al ergens ergens eind 20 graden. En het is echt heel erg mooi. En nu zijn we buiten adem. Het was even een leuk idee om te gaan rennen in beeld. Want het is leuk voor de energie. Als het warm genoeg is, kan je hier overnacht slapen midden in de woestijn. Maar dat is nu niet zo'n goed idee. Het koelt namelijk dadelijk af naar ongeveer 0 graden. En dat is iets te koud voor ons. Dus wij vertrekken zo lekker naar een, ze noemen het hier Eco Lodge. Gewoon een soort hotelachtig ding in de woestijn. En we wachten even tot de zon ondergaat. Dan schijnt het hier straks pikdonker te zijn. En dan is het voor ons tijd om te gaan. Goedemorgen, we zijn weer wakker. We staan even naar de dadelbomen te kijken. Want dat zijn dus dadels. In Nederland zijn ze niet populair, maar hier wel. En het is naast Egypte de meest... Ja, hoe leg je het uit? Ze maken de meeste dadels naast Egypte. Ja, precies. En ze groeien dus zo aan de boom. En ze zijn nu ook vet goedkoop. Je krijgt voor 1 euro een hele kilo. Ik weet niet of die geëit wil worden. Ik denk het wel, maar hij ziet er een beetje vies uit. Hier zijn ze de bomen gelegen. Oh ja. Honden komen hier niet veel voor, want ze worden als onrein gezien. Zo denken wij er niet over trouwens. Nee,
Dat is extra leuk als ze er dan één tegenkomen. Hallo. We gaan even het kasteel bezoeken. Hier? Ja, kom. Hi, mee? Kom maar. We gaan het kasteel, tenminste de toren in. Oh jeetje. Ik vind het wel heftig. Hoe kom ik hier omhoog? Oké, ik moet de camera even loslaten, want ik heb twee handen nodig. Wil ik hem aanpakken? Heetje nou. Word er claustrofobisch van. Oké. Okay. Nou, dit zijn we. Vies. Oh, hele jas is vies. We zijn aangekomen in Pam. Was bijna niet gelukt, want we zaten in de auto met een hele gevaarlijke chauffeur. Dat gebeurt hier regelmatig, want de chauffeurs zijn niet zo heel erg goed. Ze krijgen een rijbewijs ook voor €50. Dat verklaart misschien wat. Maar hij zat meer op zijn telefoon dan dat hij daadwerkelijk aan het rijden was. En dat leverde heel veel bijna doodervaringen op. Er schijnen in het verkeer ook 2 doden per uur te vallen. Eerlijk gezegd verbaast het me niks. Maar goed, we zijn nu in Pam. Dat is een oude stad. Tenminste, we zijn nu in het oude stadsdeel. Ze hebben ook een modern gedeelte. En daar gaan we even een kijkje nemen. Het wordt flink gerestaureerd hier. Want in 2003 was er een onwijs grote aardbeving. En die heeft de hele stad vernietigd. Dus ook heel veel oude gebouwen zijn volledig ingestort. We waren ook echt iets van 30.000 doden. Dus best wel heftig. En we gaan hier even een kijkje nemen nu. Het is gek dat dit voor 2003 gewoon een hele levendige stad was. En nu is het één grote in elkaar gezakte kleiboel. Maar het is nog steeds wel indrukwekkend om te zien, hè, Do? Yes, absoluut. Je ziet echt dat ze nu al heel erg hun best doen om alles te renoveren. Maar dat is denk ik best wel moeilijk. En ook heel erg duur. We wilden gaan lunchen, maar alles is dicht. Dit is ook lunch. Dus ja, als je naar de overkant kijkt, alle winkels zijn dicht. Het is wel vaker zo dat alles tussen 1 en 4 is gewoon helemaal gesloten. En op een supermarkt na en een fruitboer hebben we niks kunnen vinden, dus ja. Is het lekker? Dat vind ik best wel een lekkere lunch. Ze hebben hier wel lekkere chips. Deze hebben ze hier overal. Een soort kaaschips, dat is super lekker. We zijn inmiddels op Kesh Eiland. Dat ligt helemaal in het zuiden van Iran, bijna bij Dubai. Je kan het ook wel zien aan ons. Het is hier super warm en super lekker eigenlijk. Super behalve dat er nog steeds de trui aan heeft. Behalve dat ik nog steeds de trui aan heb. Ik heb niet zo heel veel t-shirts bij me meer. Maar we zijn vandaag op een dagtour. We doen weer couchsurfing en deze gids hebben we via onze couchsurf host. En we zijn nu bij een van de highlights van Kesh Eiland. En wat hier wel grappig aan is, hier zie je hele mooie formaties, hele mooie rotsformaties. Maar schijnbaar is het dus ook een hele populaire locatie voor stelletjes om te trouwen. En wat je hier ziet, vrouwen zonder hoofddoek, super sexy bruidsjurken. Dat zie je eigenlijk helemaal nergens in Iran. Ook zoveel drones heb ik eigenlijk ook nog niet in Iran gezien. Het is wel heel leuk om het allemaal zo een beetje te zien hoe dat hier gaat. Gaat de zon. Doei. Goedemorgen, we zijn weer wakker geworden. Ik dacht het is misschien leuk om te laten zien waar we slapen. We slapen dus bij een couchsurfing host en die heeft een Engelse school.
En dus we slapen ook letterlijk in een klas. Op een tapijt. En mocht je je afvragen hoe dat ligt, Tal, wat vind je ervan? We hebben niet te klagen. Oh, we hebben niet te klagen. Maar het ligt wel een beetje hard. En we gaan nu op pad. Het is 7 uur, 6 uur, half 7. Nee, en we gaan naar een ander eiland vandaag een dagtrip maken. Gezondheid. Gezondheid. Dankjewel. We zijn veilig aangekomen op het eiland met de naam Hormuz. Dat is, het is een uurtje varen vanaf Kerst waar we gisteren waren. Gisteren hebben we niet zo veel gevlogd, want we waren met zo'n gids. En dan, ik weet niet, dan ga je toch iets minder praten. Maar we zijn dus op de eilanden Kerch en Hormuz. En dat zijn wat meer vrijere eilanden dan de rest van Iran. Je kan hier ook komen zonder visum. Dus wil je geen geld uitgeven aan een visum en toch naar Iran. Dit is de plek waar je moet zijn. En ik draag nu ook geen hoofddoek. Sommige mensen doen het hier nog wel. Andere half. Bij mij viel er tijdens het fietsen net af. Dus hè. En we zijn nu op een plek genaamd Silence Valley. En het is eigenlijk super mooi. Veel, veel mooier dan ik had verwacht. Sst. Wat? Sst. Het is Silence Valley. Het nadeel van zonder gids op pad is dat je niet echt veel informatie krijgt over dingen. Maar op mijn Google Maps heet dit een salt cave. Dan weet je natuurlijk dat ik het ga proberen of het salt is. Ja. Okay. Niet echt likken, gewoon met je vinger natuurlijk met. En? Niet? Nee. Niet? Volgens mij meer zand wat ik nu binnenkrijg. Nee, het is geen zout. Misschien als ik heel mijn tong erop leg. Misschien, wacht, ik ga even controleren. Misschien was het iets anders. Oké. Okay. Oh, Crystal Cave. Ik heb nu kristal in mijn maag. Oeps, sorry, Livie. Er zit nog wel een verschil in, hè? Crystal Cave. Het lijkt een beetje op ijs. Niet? Ik ga eens googlen wat dat is, oké? Okay, Google biedt deze keer geen uitkomst. Weet jij? Nou wel, laat even een reactie achter. Wat is dit? Wat voor materiaal? Is echt geen zout? Nee, proef maar. Dit is wel zout, al. Het is geen zout. Super zout. Het is geen zout. Doh, dit is zout. Het is geen zout. Het is super zout. Het is geen zout. Het is gewoon zout. Het is tijd voor ontbijt. En wij doen dat op Iraanse wijze. Namelijk brood met kaas. Ik mis alleen de thee nog. Vooral doosje erg fan van. Hè, Do? Jij vindt het lekker, hè? Ik vind dit heel lekker, ja. Feta kaas. Het is niet echt feta kaas. Het is soort van. Het is feta kaas, oké. Maar het is smeerbaar. In Nederland zijn het blokjes. Ik moet wel zeggen, ik moest er hier nog aan denken toen we hierheen reden. In Nederland heb je zeg maar een soort periode. Dat je bijvoorbeeld 2 maanden lang vind je pindakaas in de ochtend echt super lekker. En dan vind je bijvoorbeeld 2 maanden chocopasta heel erg lekker in de ochtend. Of 2 maanden muesli. En ik moet zeggen, in Iran heb ik nog niks anders gezien dan kaas en brood. Yeah. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de mensen het hier misschien toch ook wel een klein beetje... Zit er water in? Ja, dat is altijd zo. Oh, okay. Dat is ook altijd bij mozzarella zo. Ik weet niet of het goed... Moet ik dat er allemaal uitgooien of niet? Weet ik niet. Denk het ja, wel. Denk het wel. Oké, nou. Niet smakelijk. Niet smakelijk. Een beetje verkeken op het fietsen, want het is voornamelijk heuveltje op, maar nu komt ons moment, want het wordt namelijk heuveltje af. Maar ik ben heel slim, ik ga het niet met deze camera filmen, dus geen wordt er. Wacht, ga jij maar voortaan, want ik weeg wat meer dan jij, dus ik loop anders een kilometer voor. Ja, nou, oké. Thank you.
heel eerlijk ben, dan vind ik Hormuz Eiland eigenlijk veel mooier dan Kerch Eiland. En we zijn nu alweer na 11 kilometer fietsen bij onze laatste bestemming aangekomen op dit eiland. En dat is het rode strand. Maar niet alleen het strand is rood, ook het meer is rood. De stenen zijn rood, de rotsen zijn rood, Eva's schoenen zijn nu rood. Het is echt wel mooi om te zien. Ik weet niet precies hoe dit komt dat het zo rood is. Maar het is wel gaaf om te zien. Alleen die tuk-tuks die hier op dit eiland rondrijden, want dat is ook een manier hoe je het eiland rond kan komen. Die maken me toch een herrie met die muziek die ze erop hebben. Maar wij gaan weer lekker fietsen. Zo, toen waren we in een hele andere setting, want... Onze planning is een beetje mislukt. Ja. We probeerden gisteren terug te komen van Hormuz naar Kerch. Maar de boot ging niet meer. Toen dachten we, nou, dan gaan we via Bandar Abbas. En dan via Bandar Abbas, dat is de haven. En dan weer terug naar Kerch. Dat eerste stuk ging goed. We waren in Bandar Abbas. Maar toen ging de boot van Bandar Abbas naar Kerch weer niet. Dus we besloten om maar gewoon, want we waren echt kapot van die 20 kilometer fietsen. Om maar gewoon een hotel te nemen. En het is trouwens ook best wel goedkoop hotel, ik geloof 8,5 euro. Maar het is nu 7 uur en we moeten nog steeds onze spullen halen, want die liggen nog op het eiland dus. Dus het wordt vandaag een flinke reisdag, want we gaan proberen naar Shiraz te komen. En sorry dat ik kauwgom eet, op camera, maar het is het enige eten wat we op dit moment hebben. En we hebben geen tandpasta. En geen tandenborstel en geen handdoek, want dat hebben ze ons dan weer niet gegeven voor die 8,5 euro. Dus ja, let's go. Als je dus naar Iran gaat, bestel dan geen omelet, want dan krijg je dit. Dus wij eten weer boot met kaas en een kopje thee. Het heeft even geduurd. We hebben nog denk ik ruim 1,5 uur moeten wachten. Maar we gaan. Het is gelukt. Het was nogal chaotisch om met tickets te komen. Ja, soort China-praktijken hier. Maar het is gelukt. Eindelijk onze bagage ophalen. Jongens, het is gelukt. Wij gaan naar Shiraz. Het heeft even geduurd. Maar we zitten eindelijk in de bus. Oké. Ik ben kapot. Ja. Het is pas 1 uur en ik wil nu alweer slapen. En onze kijkers zijn waarschijnlijk ook kapot, want dit was weer een super lange vlog. Ja, dus wil je op de hoogte blijven voor de volgende vlog, zodat je nu even kan gaan slapen en dat we je in alle rust wakker maken, een alert of wat dan ook. Vergeet dan vooral niet te abonneren, dat kan hieronder. Je kan een duimpje omhoog doen en natuurlijk ook altijd een reactie achterlaten. Of op onze Facebookpagina, de Rugzakreizigers. Goed verhaal. En tot de volgende vlog. Doei. Doei.